Zo. Yo, what up? Het is je boy Demo. En je kijkt natuurlijk weer naar een aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Anders zou je niet op dit YouTube kanaal zitten. Ik ben zoals altijd met de geweldige juryleden Tim Beumers, Faux, Kimo en Excellent. We hebben het natuurlijk over de halve finale reeks battles die we hebben gehad. En specifiek gezien de halve finale battle Chiefs tegen Nick Veen. Volgens mij zijn jullie wel allemaal blij met deze battle, of niet? Dus ik ben... Vertel. Ja, dit is waarvoor mensen komen, denk ik, man. Hier betalen mensen entree voor. Sterren van beide kanten. Ik heb een hele A4'tje opgeschreven. Wat zeg, met de vorige 7 battles waren 1 A4'tje. Ja. Dit is gewoon... Nee, man. Dit is echt props naar beide. Echt. Ik ga niet alles noemen, want het is te veel, man. Maar... Jeeves had een paar bars, die stamceltransplantatiebar. Hij had eentje over zijn initiale PVV. Nick Veen had iets over Hans en Grietje, omdat ze brood achterlaten. Ja, met de HBA, helemaal broodacademie-referentie. Ja, broodacademie-referentie, die navelstreng. Lekker hoor, gezondheid. Dankjewel. Ja, bro, het was zoveel, het was vuur, man. Deze battle kan je gewoon 5 keer terugkijken. Replay value. Ja, en dan ben je nog steeds van hyped, omdat je niet alles elke bar hoort. Gewoon. Was je naar de battle aan het kijken, zo van oké, ik ben een duidelijke winnaar voor de finale aan het zien? Of was het nee, echt... Nee, man, ik dacht, hoe de fuck ga ik dit vanavond uitleggen? En ik denk dat ook echt op het moment gaat beslist worden in de tweede ronde waarin Jeeves gewoon zijn stamboel kreeg. Want voor de rest, gewoon niemand in alles wat er is gebeurd, er was niet eentje met oké, deze had de hardere bars of deze had de toffere delivery. Nick Veen was gewoon verstaanbaar in elke zin. Ja. En ja, props naar beide. En ik, ja, dit is denk ik de lastigste battle, man. Oké, duidelijk. Ex, je bent heel hyped up ook hier naast me. Dit is het beste. Kijk, ik heb het al een paar keer gezegd van dit event, dat sommige boys hun beste shit hebben neergezet. Nick Veen ook. Dit is de beste Nick Veen die ik heb gezien sinds seizoen 1 Punch-Out. Noem maar 1 event of 1 battle waar Nick Veen beter was dan vandaag. Okay. Nick Veen was verschrikkelijk, brother. Hij was verschrikkelijk. Elke 4 bars. Bam, haymaker bijna, man. Ja, man. Dit is wat je wil zien in een battle. Ja, man. Kijk, Jeeves heeft al de sterren van de hemel geperformed. En Jeeves heeft al heel veel classic dingen neergezet. Echt al veel classics heeft Jeeves. Maar Nick Veen, dit was zijn beste shit ever. Dit is zijn top classic. Ja, hij had iedereen problemen gegeven met deze performance. Iedereen. Wie ook wil noemen uit de hele Punch-Out catalogus. Iedereen zal problemen hebben tegen deze Nick Veen die hier stond. Iedereen. Geen uitzondering. Okay, nou zegt Faux dat het voor hem heel moeilijk was om te beslissen wie uiteindelijk gaat winnen. Dit zijn van die battles die nek aan nek foto finish zijn. En dan moet je gewoon kijken van wie liet er een steekje van. Ja. Omdat het zo close was. Dus het is dan niet wie is er beter, maar wie het was er net wie niet stombelde, net wie minder. Jokte, wie dit of dat, snap je? Het is foto finish het, man. Ja, maar na die eerste ronde van die zag ik van zo, Nick, nu jij. En ja. Daar die wilde van Nick dacht van zo, Jeeves nu jij. Ja. Je wilde de hele tijd door. Okay. Nek aan nek zit deze. Okay. Was het voor jou ook net zo nek als nek aan nek als deze guy zeggen? Ja. Kijk, het ding is gewoon dat Nick is er natuurlijk gekomen doordat er toch Nick is op een gegeven moment doorgegaan omdat er iemand niet meer doorging, toch? Ja. De vorige ronde. Ja, er zijn twee MC's hadden afgezegd. Ik weet niet. Hij herkent niet goed wat Nick doet, daardoor moet Nick iets meer tijd nemen, iets simpeler komen, duidelijker praten en dan is het accent met geen probleem meer. Dat hebben we altijd gezegd, elke keer weer. Na deze battle ging hij naar me toe en zei, wat dacht je, na 7 keer luister ik hier. hij zegt letterlijk, als er een moment is om te luisteren, laat me dat dan maar nu doen. Ik zeg, ja, dat is wel echt precies op tijd. Het ding is, Nick, iedereen die kijkt ook, had gewoon zoiets van voor het begin, denk ik van ja, Jeeves gaat hem gewoon, oké, bye. Ja, en daardoor is Nick super underdog,
maar Jeeves tegelijkertijd moet presteren. En Jeeves heeft weer de omgekeerde shit van, hey, twee mensen zijn weggegaan. Die had zoiets van, shit, ik wil me extra bewijzen, ik ga nog een next level, ik moet voor mezelf dingen bewijzen. Weet je, anders geloven mensen niet dat ik terecht straks in de finale sta. Die is toch een iets andere vorm gaan doen. En merkte hij van, ja, hij was hard. Want een van je publiek dacht van, ja, dit zijn we wel van je gewend. Maar doordat Nick, zeg maar, in één keer heel erg sterk deliverde, connecte die in één keer keihard met het publiek. Het was gewoon in één keer een soort van, waardoor de hele stemming een soort van was. Elke keer als Nick werd, dat iedereen, what? En bij Jeeves was het zo van, ja man, goede Jeeves boy. En dat zette de stemming voor Nick, die nog harder, zeg maar, blij ging worden met zichzelf. En ik had ook zoiets van het begin van, ik moet gewoon voor Jeeves. Weet toch? Niks te nadelen van Nick, maar ik bedoel Jeeves of zo. Waardoor ik op een gegeven moment na ronde 1 dag echt moest denken van, wacht even hoor. Ja. Volgens mij vond ik Nick harder en zo. Ja, ja. Dat ik echt een soort van even moest terugstappen van zo van, hè? En toen bij de tweede, toen kwam, en toen in die tweede ronde, had Jeeves het show gewoon, dacht ik, hè? En ik, what's going on? En toen dacht ik van, nou, dan ben ik benieuwd naar niks volgende. Het was niks volgende, was net nog harder dan de volgende. Dacht ik, oh god damn it man, what the fuck's going on gewoon? Ja man, dus ik zat er echt in, naast de quotables van Nick Veen zei tegen Jeeves van, you PewDiePie lookalike. En dat ik echt dacht van, oh ja, kijk nou, dat was ook volop gewoon. En dat stukje over dat hij zei van, ik stond als vraagteken op de flyer, omdat ik weet niet meer wat die hele scan daar was. Kan een AZ verliezen of zo. Belachelijk. Ja man, Nick was belachelijk. En dat hij zei, dit is de eerste keer dat over Luigi, dat een bezemsteel de heks heeft gebouwd. Ja. En er was één ding aan het einde dat hij zei van, ik zie wat jij niet ziet en dat is de kleur van de finale. Dat hele scheme met alleen maar kinderen, patroons. Ik ga je eerlijk zeggen, ik had mijn money verloren, man. Als ik had gewend op deze man. Want je had eigenlijk zag geld, ik ga niet voor je. Ik had easy veel geld op Jeeves gezet, man. Ik had ook veel. Ik had gewoon verloren. Maar ook nonchalant op God. Ja. Gewoon POB. Easy. Eén op anderhalf, weinig geloof in vooruit. Ja, klopt man. Kimo, zou jij ook je geld verloren zijn als je had ingezet op deze battle? Bruggenbouwer. Ik had ook verwacht dat Jeeves op zou pakken. Ik zou er niet heel snel geld op hebben gegeven op deze battle. Dat zeg ik liever op WBS en Tech Mel van Mark. Zeg even kijken hier gewoon. Ja. Het was een hele toffe battle en we zijn nu echt aanbeland. Punt in Pausa. Deze gasten hebben allemaal hun strepen verdiend en hebben gestreden om te staan waar ze nu staan. Dus het is altijd kut eigenlijk. Dat je toch het gevoel dat je één iemand hebt. Die winnen helemaal die battle of die andere daarmee te niet doet of zo. Ja, omdat ze allebei dood waren. Ja. Jeeves ook. Hij is eigenlijk toch van de meest steady deelnemer die wij hier hebben door de jaren heen. Ja. Nog steeds. Deel van Potables, een aantal zijn al genoemd. Maar, van Jeeves vond ik judgmentcijfers zo laag, net als de cijfers die Mitch op school kreeg. Nice. Ja, maar toen dacht ik, dat zijn nog steeds voldoendes. De cijfers van Nick Veen waren allemaal 6-7. Dat Mitch kreeg 6-7, dus dat dacht ik, maar fuck, dat was echt. Nick Veen heeft blijkbaar in een andere battle iemand zijn bril helemaal afgezekerd. Alle bars gingen daarover. Hij zei, jij zeikt alleen op zijn bril, net als op het festival Dixies. Ja. Vond ik ook wel nice. Ik vond het heel erg zonde dat hij inderdaad choked en Jeeves. Ja, dat Jeeves een choke moment had. En ook wat Tim al zei, hij was heel erg bezig met de Doris gegaan. Als hij de finale zou bereiken, dan zouden mensen denken dat het komt door dit, door dat. Zijn eigen drempel. En ja, ik denk dat je niet verder moet kijken dan de battle waar je in staat, weet je. Hij was al te ver bezig met andere dingen, wat er misschien uit zijn concentratie halen. Ik weet niet of dat het is, maar... Over niet, zeg maar, doorgaan gesproken. De eerste ronde van Nick Veen begon die ook met van, nou, ik heb eigenlijk het zo geschreven alsof andere mensen door zouden gaan die eigenlijk nu hebben afgezegd. En hij ging ook in zijn battle echt bars gooien die gingen over het feit dat Stef of Keus, zeg maar, in de... Hebben jullie dat meegepakt en heeft dat voor jullie ook meegewogen? Of hebben ze zoiets van, ze hadden weinig tijd, dus ik neem dat gewoon mee. Nee, maar dat is ook wat het is, waarom zou je dat weggaan?
Ja, omdat het eigenlijk niet meer relevant is. Yeah. Als je zegt van ja, je wil alleen maar battelen tegen Stef, omdat terwijl Stef niet meer. Ja, maar ik dacht, ik had zoiets van ja. Heb je dan niet zoiets van, kijk, andere mensen moeten ook gewoon in 3 weken een lijn schrijven. Dus als je zonder battle kunt was, dan kan je daar ook bevallen. Maar... Ja, ze hebben alle twee gewoon de E-performance neergezet. Ja, dus it didn't face you guys. Nee. De eerste ronde van James was ook, als ik nu terug te kijken, van de eerste ronde van James, dat hij al een stuk over de PVV had van je woont in Limburg, omdat je dan allebei de grenzen in de gaten kan houden. Ja. Je hebt accent van een Belg en de kleding van een Duitser. Maar dat is de James die je normaal gewend bent. En dat weet ik wel alsof zeg maar richting ronde 2 en 3 die James een soort van... Een beetje verdwenen of zo. Ja, ik had het gevoel dat hij sterk begon en dat het zeg maar. Ja, dat is wat je gewend bent. Denken jullie dat het komt door hoe erg Nick Veen komt? Of is ik denk dat van Jeef zelf. Nick Veen ontsteeg zichzelf echt, weet je. Van Jeef zijn we gewoon één performance is gewend. Dus dat is misschien slikken, maar hij was ook te veel bezig met randzaken en hoe mensen, de perceptie van mensen zouden zijn, of die wel of niet doorgaan. Hij was niet op dat moment. Weet je. En op dit moment, als zo iemand één game weet, dan kan je beter 100% gefocust zijn op die persoon battle. Maar daarna is hij wel baas. Ik heb er nog eentje op geschreven, ik ben hier om te verhinderen dat je een body delivert, dat ze een bord screen, dat is sick. Dat was een hele goede. Over de Twitter game van Nick, weet je, het is het van internet hier als het zijn. Je delivered een shots op afstand als een selfie stick, die was nice. En hij had ook nog natuurlijk een hele leuke baby met excellence. Die ging wel heel diep echt gewoon, hè? Terwijl hij staat echt voor jou gewoon. En dan komt de baby in je arm, hij staat voor jou. En jij staat echt aan het kijken, bro, fuck af. Ik vond het, ik zeg je heel eerlijk, ik vond het zeg maar awkward worden toen hij daar ging staan. En toen zei hij van ja, en dan staat ex daar met zijn armen om de buik. Ik vind het echt niet tof, maar ik moet professioneel blijven. Maar het was wel creatief en goed gevonden. Ja, dat was gezegd, toch? Maar jij hebt liever niet, zeg maar. Ik wil voor jou, ik bedoel, was je al het mannetje of het vrouwtje in de relatie? Dat zijn de vragen dan die je bij hebt. Nou, dat was wel duidelijk. Nou, als hij de armen van de buik. Daar gaan we het gewoon even over hebben. Maar ik denk dat de cijfers wel gaan. Ik heb nog een aantal dingen, want het is inderdaad vaak het accent. Ik heb er niet zoveel problemen mee. Jullie weten dat ik in Limburg. Ik versta het allemaal prima. Maar hij had ook een mooie lijn over van in de kring is het accent de enige tegenstander die. Dat was met die vraagtekens. Maar dat is het ding van wat je bij Jeeves gewend bent, is dat hij echt zeg maar poutjes maakt van. Je hebt het accent van de Belg kleding, van de Duitse, Limburg, je zoals je initialen. En wat Jeeves vandaag meer had, was dat het van die random dingen zijn. Want abortus kun je niet laten zeggen, zijn leuk. Maar meestal zijn bij Jeeves zijn punches zijn dubbel gelaagd. Weet je, dat het zeg maar de woordreferentie is, maar ook het is naar de persoon. En je snapt het gelijk. En nu leek het wel of die gewoon meer voor de. Ik noem one-liner. En dan. Ja, dat is eigenlijk niet echt zijn kwaliteit of zo. Dan mis je toch net even. En Nick had dat dus wel inderdaad. Nick had heel veel bars die. Juist deden, het leek alsof Nick dacht van nou, dit is wat James allemaal doet, dan ga ik ook doen, minstens net zo, misschien iets beter. En dat heeft hij gewoon zeggen. Ik wil wel nog eens James even props geven voor het feit hoe hij zich heeft herpakt na die choke. Ja, want daar ging daarna wel met veel zijn mensen wel onder ik gewoon na choke, en vooral op zo'n moment. Ja. Dat je dan helemaal kwijt bent. Waarom ben ik, zeg je ook? Ja, ik heb hetzelfde gehad. En ik weet precies hoe het voelt op zo'n moment. Je weet gelijk dat je kans. Er stond iemand naast me. Ja, was aan het tellen 1, 2, 3, begon 6! 7! Niet eens bij 2 of 3. Ik ging gewoon zo van pak deze secondes de tussen. En ik had eerst omhoog kijk maar. Nee! Maar daarna ik kwam gelijk terug naar die trouwjurk sluierbar. Dus props daarvoor. Ja. Okay. Hij heeft zich goed herpakt. Ja, maar James is wel een beetje de herpak guy ofzo. Want hij heeft bij de vorige battle had hij ook een hele goede herpakking van die na ik voel me buitengesloten. Dus daarom was ik stil ofzo. Ja, wat ook grappig was dat Nick op een gegeven moment zei van maakt je wint vast wel in seizoen 17. Vooral nu je de cijfers gaat doen. You right, son. Oké, nou vertel. Ik heb nog even hoor, dat vond ik bij Nick Veen echt een uitroepteken achter zijn laatste ronde. Dat hij ook eindelijk aan zei: van mijn goal is zelfs beter dan. Niet schoppen als ze liggen. Niet schoppen als ze liggen, Nick. Dat was ook niet nagel, man.
dat was die laatste. Die spijker, en zelfs mijn Mogol is beter dan bij jou. Die spijker. Tim, ik ben heel benieuwd naar jouw vertaling van dit album. Jeeves 8,8. Nick Veen 9,3. Woe, een Niner lijkt me. Niner Club. Zoek maar. Excellent. Jeeves 8,9. Nick Veen 9,2, man. Woe, Niners. Oh, damn. Kimo. Nick Veen 5. Ik ben iets gematigder dan de rest. Ja, ik ben ietsje gematigder. Goed, ik had Jeeves een 8 gegeven. En Nick Veen een 8,5. Okay. Het is toch wel een duidelijk verschil, maar niet gigantisch. Ik zei het zou foto finish zijn. Hoor. Ja, foto finish. Dus rekenen. Heel rekenen. Ik vond het foto finish hoor. Ik heb 8,8 voor Jeeves, 8,9 voor Nick Veen. Oké, echt 0,1 verschil. Als de choke niet was gebeurd, was het gewoon gelijk spelen aan mij. Ja, maar doe maar. Koude lucht. En on that note ga ik even de eindcijfers berekenen en ben ik zo bij je terug. We zijn weer terug. We hebben heerlijke cijfers. En we hebben ook een motherfucking winnaar. Jeeves is geëindigd op een 8,6. Terwijl Vogel doet alsof ik niet besta. Jeeves is dus geëindigd op een 8,6. Maar de winnaar, dus degene die doorgaat naar de fucking finale, is Nick Veen met een 8,9. Shadow Limburg! Dus gefeliciteerd, we zien jou 10 december terug in de finale tegen. Weer vraagteken. Was dit de battle van de dag? Dat zou best eens kunnen. Ja, dat denk ik ook. Dat zou best eens kunnen. Ik wil in ieder geval mijn juryleden bedanken die hier dus Nick Veen als winnaar hebben gekozen. Tim Beumers, gastjurylid Vo, Kimo en Excellent. Mijn naam is Demo en ik zie jullie bij de volgende Judgment. Wauw.